Julia en ik gaan reageren op onze oude video's. We hebben het hier al heel lang over gehad en eigenlijk nooit gedaan. Ik weet niet waarom, maar nu is het omdat we wilden dat iemand er een compilatie van maakt. Maar we gaan nu gewoon zelf, we hebben zelf helemaal teruggescrolld. Ja. En we gaan ervoor. Ja, dus nou, we zitten helemaal terug op mijn Insta. Nou, fantastisch hier zo. Dit is ook echt onze eerste video. Dit is onze allereerste. En waarom deden we dit eigenlijk ook? Volgens mij omdat we toen gewoon naar huis liepen. Van, wij liepen altijd samen. Nou, we liepen vaak samen van school naar Sloterdijk. Ja, ik keek toen altijd Vine. Ja, en toen hadden we een keer gewoon iets van misschien moeten we een keer een grappig filmpje maken. Ja, net zoals op Vine. Want toen keken. Zagen we potentie in elkaar. En toen deden we dat. Maar gewoon voor de lol. Voor onszelf. Ja. En dat is deze. Wacht! Ja, ik wil! Nee, die kledingstijl. Ja, sorry, ik irriteer me echt aan mijn kleren. Mooie draadjes eraan, een knoopje helemaal dicht. Ja. Jee, nee, jij ziet er ook stom uit. Netjes ben ik gewoon. Kijk! Oh, nee, dan kan je natuurlijk niet stopzetten. Nee, ik heb pauze. Eeuw! Dat lijkt echt die van Bas hier aan. Die zo. Die zo. Je hebt die wangen zo. Ja, nou, ik lijk echt op een ook cool. Ja, dat is een leuke video. Dit is ons allereerste video ooit samen. En hierna komt die domme dansvideo, die weet ik ook nog. Eerst komt deze. Als je 80085 op je rekenmachine in toets, staat er boobs. Oh, je bent zo'n lieve jongen daar. Ik mis je hoe je was. Als je 80085 op je rekenmachine in toets, staat er boobs. Nou, wat is dit nou weer? Grapje steeds. Edit time. Nee, die met die oh ja, deze, dit is de tweede video die we ooit hebben gemaakt. Nou, maar die eerste die heeft wel iets gesparkt. Want hierna dachten van, ja, dit is dit grappig. Moeten we doen. Kijk even, comments. Toen die tijd was het echt een ding om... Oh my god, Marijneke. Ja, wow, is... Toen was het echt een tijd om echt de comments in elkaar te taggen en zo op Insta. Ja, iedereen hier, haha, zo voelt het voor mij. Vroeger kreeg ik gewoon meer comments. Dit is mijn artikel. Oké. Ja, maar kijk, weet je wat het slecht is van deze video? Dit is ook echt kijk, zo het goed. Ding is, ik heb echt een soort gore wafel op mijn mond. Maar dat lijkt gewoon, het had echt chocolade moeten zijn. Maar nu lijkt het echt gewoon aan je geen tanden mijn tanden zijn. Ja. Oh my god. Oh, en hier heb ik allemaal pijst hier ook. Hè? Nu ja, nu ook. Ik ga weer terug in de tijd. Ik ben aan het herleven. Wat is dit? Dus nog nooit het verhaal gehoord van oh, ja. De moesmakende hakken. Moesmakende hakken. Dit was ook goed hierin, hè? Zo dom was dit eigenlijk. Oh, die is ook dom. Deze is dom. Deze is dom, hè? Deze is zo dom. Maar dit was ook een trend of zo. Dit was geen trend. Jawel, Justin Bieber's Everywhere. Dat was een dansje die iedereen deed. Dit dansje, wedden? Ja, het sorry dansje, ja. Dit dansje. Nou, ik kan jij zo niet dansen! Jij doet een cowboy zo! Kijk, ik ben zo'n oude hangen. Ik weet niet als ik choreografie moet doen. Ik ben niet in de Gangnam Style of vast zo. Maar wat doe jij dan? Ja, dan ik nog een beetje hetzelfde. Ja, ik heb die arm ook zo beneden, dat ik zo iets aan het rijden ben. Ja, jij bent in Gangnam Style van hop. Ik ben iets aan ook, dan zit ik op te rijden. Oh my god, doe me zo geil. Hashtag bruinbrooie kippilee. Ja, mooi, 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 mooi. Oh nee, die vind ik dom. Ik weet niet meer wat ze met iets met oversteken. Ah ja. Oh, is dit dom? Dat was het ook! Wel goede kleding weer allebei, hè? Nee, die kleren zijn ook echt verschrikkelijk! Die ook dat shirt met die mouwen zo. Ja, ik vind het wel een leuke, maar dit is wel een heel herkenbaar moment. Weet je, dat je samen loopt en één iemand besluit wel naar de overkant te gaan en de ander niet. Ja, okay, en maar... dit nummer was toen super trending. Ja, maar dat hebben we slim gedaan, maar... Dus ik vond dit een leuke video. Vanaf nu werd het soort van steeds gekker. Ja. Steeds gekker. Wat is dit ook? Oh, moet je dat zien? Wow! Oh, dit is de ex van Julia. Ah, dat gaat. Dat... Ben je oké? Okay? Nee, het gaat. Nee, oh mijn god. Zo emotioneel. Erg. Oh, dit is echt een classic. Je laat het vallen. Oh ja? Ja, maar laat gewoon een dikke drolle draai. Jij bent gewoon een dikke drolle draai. Oh! Dit was film, die ging echt goed, hè? Ah, Hugo. Ja, man. We hebben Hugo zo vaak in elkaar geschopt in deze video's. En wel leuk dat iedereen zo'n karaktertje aan die terugkwam. Ja, 1400 comments. 1400. Dat is echt lijp.
Ja, en die dikke drollen draaien. Het is eigenlijk een soort TikTok bijna. Maar het was ook, ja, als we dit allemaal op TikTok hadden gezet, jongen, dan waren wij super TikTok-stars. Ja, wij zijn TikTok-stars. Maar luister dan, want de dikke drollen draaien, dat was gewoon waar we net over hadden, dat we van die rare scheldwoorden gingen gebruiken. Weet en zo? Daarom hebben we dit verzonnen waarschijnlijk. Ja, daar komt het vandaan. Oké, nu komt er een filmpje. Dit was een filmpje die jullie en ik maakten en wij dachten van dit is hilarisch. Dit is de beste video ooit. Best video wij ever. Hebben zo gelachen hiervan. Ja, het shot met de voeten. Het is zo grappig. En nog steeds word ik helemaal stuk. En niemand vond het leuk. Hij doet het ook super slecht. Ja. Maar 100 comments. Ja, en niemand snapte het. Maar wij hebben gelachen. Ja, ik vind het nog steeds geweldig. Ik ook. Kun je misschien mijn bril aan je geven? Met die benen dit. Laten we kijken. En ook niet net zo tussen door. Maar deze zat echt nergens op. Nee. Ja, geweldig. Echt een leuke. Hey, daar zijn we weer. Ik weet nog dat iemand had gereageerd dat ik dikke benen had. Ja, dat zo onzeker. Dit weet ik ook nog. En toen wilde jij stoppen. Toen wilde ik stoppen. Volgens mij ben jij hierna ook eventjes niet meer in die filmpjes geweest. Jawel. Kijk, daar ben ik gewoon weer. Oh ja, daar ben je gewoon weer. We gingen wel in op de trends, hè? Ja. Nou, die vreselijke kleding van mij. Maar jij hebt weer die goede dansmoves. Ik deed het gewoon goed deze keer, hoor. Alsof jij dat was een dansje hebt. Van Drake, zo. Ik deed het gewoon goed. Ja, dat is goed. Nee, ik had ook geen goede dansmoves. Dat is wel leuk, hoor. Wat... Zo. Oh, vanaf hier gaat het naar views in plaats van likes. Deze is ook een pering. Moet je goed luisteren naar wat hij nu aan het begin niks, zegt. Toch? Oh, hier ben ik ook in. En je neus, Peter. Maar zo, al die kleine details van dat hele snelle lopen zo. Zo erg, hè? We zitten zo in onze actor rol. Ja, maar al die kleine details dat je daar in je neus zet, Peter. En dat we zo heel zo door goed lopen. Ja, maar hij stond ons goed. Wat? Ik heb wallen hier, joh. Flikkertje! Dat kan nu echt niet meer, hè? We hebben echt veel grappen gemaakt in de keuze, waarschijnlijk. Dus cancel ons maar lekker, bitch. Cancel culture. Je bent hier heel knap. Ja, bedankt. Ja. Laten we even één keer stilstaan met... Hugo was echt goed, hoor. Ja, Hugo is goed. Maar dit was de eerste volgens mij die echt werd opgepikt. Ja. Op van die pagina's gingen reposten. Ja. Ik tag ook alleen jou. Ja. Kijk, Joey hier. Dat is het leukst. Ah, onze oude klasgenoten. Oh, Boris. Ja. Altijd dat klootzakje, dat vonden mensen echt heel leuk. En dan soms nog steeds roepen mensen ding. Mij, klootzakje. Sommige mensen zijn fan echt wel vanaf dit moment, ja, man, hè. Ja, dat is lijp. Dat is een echte OG. Shout-out naar jullie, als jullie dat zijn. Shout-out naar jullie, man. Shout-out maar ook als je net komt kijken, dan moet je wel terug op de pagina's delen om alles te liken. Ja. Maar besef dat dit allemaal op onze school is opgenomen, bijna. Ja, dat is lijp. Wanneer zaten we in de les eigenlijk, blijkt het bijna, toch? Ja, ja, dat wist ik al. Hey, ik zie je banaantje. Jij maakt ik zeg. Maar Steve, oprecht, dat zijn echt goede concepten gewoon. Maar het slaat, nergens. We waren gewoon, weet je wat het ding is? We waren gewoon jong, onbevangen. We dachten iets, dit is grappig, we gaan het doen. En nee, we dachten vaak niet eens van tevoren, dit is grappig. We gingen gewoon filmen. Meestal hadden we een soort van half idee aan het begin. En dan gingen we gewoon filmen. En gedurende het filmpje bedachten we welke kant het verhaal op ging. Het was voor ons ook een mysterie waar het heen ging. En het werd ook steeds gekker daardoor. Ja, hier weer. Classic. Oh ja. Serie. Bowlen! De succesvolle zit. Serie. Ja, die kleren. Echt zo'n reefjongen ben ik. Ja, je bent echt... Ik irriteer me aan mezelf hier. Klantje kid! Ik heb een idee! Klantje kid! Oh, laten we gaan bowlen! Wat een kut idee! Oh, nee, steeds maar krijg echt... ik die wel eens. Ja. Hé, dat is ook een leuke foto van ons. Laten we gaan bowlen. Dit is een rare foto. Hoezo? Hier zijn we toch cute? Hier zijn we echt van die fucking stomme mbo'ers. Jij ook met die fucking lelijke pet. Met die schoenen die erbij passen. En die broek is ook echt vreselijk, Steve. Eerlijk, als je Stefan al zo lang volgt of kent, hij heeft wel een glow-up gehad. Echt waar, nu ben je... Dankjewel. Ik kan niet van je afblijven. Daar? Jij bent eigenlijk niet zoveel veranderd. Echt wel. Ik draag niet meer die kleren. Ja, lelijke kleren. En ik heb andere haar. Oh, dat was echt zo naar dat je dan zo met het donker van school afging. Oh ja, dat is echt heel gaar. Een boom die muurt. Klootzakje.
Dit is het begin van al die schrikfilmpjes die wij hebben gemaakt. Ik wou het zeggen, dit is de voorloper van die van in het bos. En al die filmpjes gewoon. Ik kreeg toevallig laatst een appje van Tromi on the Beat. Ja. Tromi on the Beat, zoals ik het volgende koer was echt. Vet random, ik spreek hem nooit. Hij zei opeens zo'n, yo, waar kan ik dat filmpje vinden van de Dam? Amsterdam? Wat grappig. Ik stuurde zo naar de Dam. Ja, bedankt. Ja, dat is ook echt een heel leuk filmpje. En dat was toen weer een tijd dat we elkaar weer heel lang niet hadden gezien. Ja, klopt, ja. Klopt, toen woonde jij in Amsterdam. Toen woonde ik in Amsterdam. Wij kunnen dit letterlijk uren doen, hè. Ja, laten we er nog een paar pakken. Ja, ja. En als jullie het leuk vinden, laat het weten. Maak een deel 2 of een deel 3 of een deel 5. Oh, deze zit jij niet in, maar deze. Nee. Dit was ook eentje. Deze had Vonneke Bonneke gerepost. Echt? Ja, en dat is een van de eerste keren dat ik echt in contact kwam met zo'n grotere creator. Zij was met toen iets van 20.000 volgers of zo. En toen ging zij me die posten en toen dacht ik van wauw. En toen kreeg ik volgers bij. Crazy. Ah, Gary, wat is jouw probleem? Moet ik je steken of zo? Ja, dit is ook niks te veel. Nee. Het is, is zo duidelijk. Het is echt grappig. Het is heel duidelijk. Maar dit was ook een tijd dat je nog maar 15 seconden video's kon posten. Ja, oh, dat was zo vervelend. Ja, maar ook goed, want daardoor word je heel creatief. En ja, duur die video's niet te lang en gaan mensen afkijken. 15 seconden kan. Ja. Hé, hey, daar ben ik. Daar trap je me van een heuvel. Oh ja. Weet je nog? Ja, dit weet ik nog. Take your love. Ben ik je love? Oh my god, die rok. Wat zie ik er vreselijk uit. Ja, ik moest er naar kijken elke dag, hè. Vond je dat erg? Nee. Die is ook leuk. Weet je wat leuk is in deze video? Kijk, ik heb deze dus nagemaakt. Wow, 3000 comments. Deze deed echt goed. Ik heb deze dus nagemaakt ooit. Hoi. 2016. Ik ben Steven Dries. En ik ben 9 jaar alcoholist geweest. En dit jaar wordt het niet. Je lijkt op je vader met die bril op. Dat hoorde ik toen ook, ja. Ja. Weet je wat leuk is? Siebe, het postje. Heeft dit ook gedaan. Toen ik hem nog niet kende, heeft precies deze video nagemaakt. Siebe! En, maar ik heb hem ook nagemaakt, dus dat is niet erg. En hij is toen mee op Dumpert gekomen. Ging Dumpert hem helemaal interviewen en zo. Heb je dat ooit gezien? Nee. Oh, dat is te erg grappig. Maar Dennis de alcoholist. Ik denk dat dat zijn... Vorige week verscheen deze video op Dumpert. Ik ben Dennis. Oh, Siebje. Voor 9 jaar lang. Hij heeft hem wel iets professioneler gemaakt. Ben ik een alcoholist geweest. Maar Siem is hier ook echt nog minderjarig. Siem, ja, klopt, ja. Kijk, kijk, kijk. Ik sta hier op de locatie waar de... Oh, Siem, mijn kind! Dat is niet je echte naam. Mijn echte naam is Siebe. Waarom heb je video gemaakt? Nou, ik maak al jouw video's en dat is mijn passie, zeg maar. Hoeveel jaar doe je dat? 7 jaar. Doe je dat helemaal alleen? Zeker niet, nee. Ik maak... Zeker niet. Noah, die stond in stiekem. Hij is helemaal zenuwachtig, ziet hij dat die tong. Maar hij is wel helemaal een mannetje ook, hè? Ja. En ja, dan maak ja, origineel. Van wie hebben jullie dat gepikt? Ik ben de Noah en jij bent de Siebe. Oh. Oh, Jezus, Sylvana kan ook helemaal niet spuiten. Je moet je vinger erop houden. Sil, wat doe je? Oh my god, oh kun nee. Je zo... Oh nee. Wacht even. Kun... Oh nee. Dat is echt heel arg. Oh nee. Ja. Oh nee. Wat is dit awkward? Oh, ik heb helemaal dorst nu. Dus nee, nog, weet je alleen hoe, nog even deze. Weet je hoe Siebe bij mij terecht is gekomen? Die had dus ooit een stageplek nodig. En ik kende hem van deze filmpjes van Zijknat, heet zijn account. En hij maakte eigenlijk dezelfde filmpjes als ik. En ik had het al een paar keer voorbij zien komen. Want hij had filmpjes gemaakt dat hij mij namaakte en zo ook. Echt? Ja, dat weet ik nog. En toen dacht dus hij is gewoon een big fan. Nou, nee, want hij was echt goed. Ik dacht van, deze guy maakt echt goede filmpjes en edits. Dus Siebe is ook heel goed. En toen stuurde mij ooit een keer een mail van, yo, je moet over 1,5 jaar stage lopen. Oh, wat mag schattig. Dat bij jou? Zei ik van, jezus. Ik zei, nou, weet je, als je dat echt wil, mail me dan maar over een jaar een keer terug, weet je wel. En toen, precies 1 jaar later, tot op de datum exact, kreeg ik een mail. Yo, je zei dat ik een jaar later moest mailen. Toen heb ik ook niet eens verder gekeken naar het stagiair. Ik wist hoe die editen. Nou, en kijk eens wat... Jij bent aangenomen. Kijk wat je binnen hebt gehaald, man. Ja, Siebe. Legend. Siebe is de legend. Maar, okay. Alleen nog deze. Ja, dat is verhaal over het fosje. Dit moet uit! Dit moet uit! Oh my god! Nee, ik wil dit zien! Kijk op een ik word rood! Ik word rood! Dat heb ik nooit, Steven! Ik word rood! Rood, ja. Je gaat toch niet power grinden?
bezet hoor. Oh my god, deze kleuren, Steven! Oh, dit is geweldig, hè? Oh man. Ik schaam me, vooral dit shot. Oh mijn god, die kleren ook. Ja, dit is geweldig. Dit is vreselijk, waarom staat dit nog online? Met dat kraagje zo. Ja, wat erg, echt een kakker uit Ardenhout. Ja, daar kom je vandaan. Wegwezen. Ja. Mooi, nou laten we even hierbij laten. De eerstvolgende is met Sean. Dat is voor de volgende keer. Auw. Dus de allereerste video die ik met Sean heb opgenomen, ooit. Like en abonneer. 2000 likes. Subscribe. Bedankt. Tot de volgende keer. Doei.